Ik daag jou uit. Like de video sneller dan dat ik op de bank zit. Ik ben er al bijna. Ik zit er. Heel mijn huis zit vol met spelers. Als ik een speler vind, moet ik die speler bannen. Oké, ik ben nu al iemand aan het achterna lopen. Oh, volgens mij snappen deze mensen niet hoe verstoppen werkt. Sorry, jij bent geband. Jij bent geband. Jij bent geband. En ik zie hier volgens mij iemand heel snel. Ja, hier in de hoek. Jij bent geband. Oh, en hier dit meisje. Oh, ze probeerde zich te verstoppen, maar je bent geband. Hier iemand op een fiets. Je mag niet fietsen in mijn huis. Oh, ze wil de kluis in, maar je bent geband. Heb ik iedereen nu gehad? Nee, hier is nog iemand. Geband. En oh, deze dude heeft zichzelf. Oh, hij wilde vandoor. Ik zit hem achterna. Kom op, ik zie hem. Geband. Volgens mij heb ik iedereen geband nu, of niet? Is hier binnen iemand? Nee. Is hier iemand? Ook niet. Het is me nu al gelukt. Ik heb gezegd, iedereen kiest dezelfde auto. Dit is zo grappig. We hebben nu allemaal een blauwe auto. Kijk dan. Oh my gosh. Het lijkt wel alsof dit een autofeestje is. Oh, die twee auto's zitten op elkaar. Oh, dit is zo grappig. Oké, dus waarschijnlijk als ik zo meteen. Oh, één auto gaat super snel. Waarschijnlijk als ik zo meteen een nieuwe auto kies. Dan gaat iedereen daarin zitten. Maar nu ben ik benieuwd. Weten deze spelers van de geheime bunker? Oh, ik word meegenomen in de schobbes. Oké, we gaan erachter komen of ze ervan af weten. Oh man. Ik heb letterlijk iedereen in Brookhaven nu de geheime bunker laten zien. Oh, ik heb het grootste Brookhaven geheim ontrafeld. Oké, we gaan er weer vandoor. Want let op, ik spring het zwembad in. En ik ben benieuwd hoeveel spelers dan doorhebben waar ik ben. Ik ga mezelf namelijk in die geheime kamer verstoppen. Kijk, ik ben nu hier. Hebben ze het door? We gaan erachter komen. Oh, dat is één speler. Twee speler. Drie, vier, vijf. Oh ja, ze hebben het al. Allemaal door. Oh, dit geheim kennen ze al. Oké, let op. Dan ga ik eruit. En dan zie je ze waarschijnlijk er nu ook allemaal uitkomen. Ja, daar zijn ze weer. Er is daar één meisje met de beste skin ooit. Kijk, je kunt haar bijna niet zien. Wat? Ik word letterlijk meegenomen door iemand die onzichtbaar is. Letterlijk. Iemand is aan het rijden en ik zie die persoon niet. Ik zit achterop. Ik stuur niet. Ik zeg, breng me naar je huis. Want volgens mij is dit een soort van spook of zo. Oh, dit is zo creepy. En er zit nog iemand anders achter mij aan. En die heeft echt een super klein iemand erop. Oh, jongens, rustig. Rustig. We willen geen ongelukken. Oh, hier ben ik een keer geband. Oké, het spook neemt mij mee naar dit huis hier. Wacht, is dat cola? Oké, ik ga mezelf proberen te verstoppen. Oh nee. Kijk, dit meisje is zo goed verstopt. Je ziet haar bijna niet. Wat? Ik ben geband. Nee. Oké, over 3 seconden, 2 seconden, 1 seconde. Let's go. Ik kan nu weer een nieuw huis kiezen. En ik ben voor het allergrootste en duurste huis in Brookhaven gegaan. In het begin van de video heb ik het al laten zien. Je ziet daar ginds iedereen deze kant op komen. Oké, iedereen is zich nu aan het verstoppen in dit mega grote huis. En ik zeg, ik tel van 10 tot 0. Verstop je. Ik ga nu hier zitten en hun mogen zich verstoppen. En ik heb het nog niet verteld, maar de persoon die ik als laatste vind, mag dit huis hebben. Oké, 3, 2, ik zie nog iets te veel mensen. Oké, ik hoor nog wat voetstappen, maar ik ga nu uitzoomen. Ja, sorry dude. Je hebt echt letterlijk. Oh, hij is weg. Oké, weet je, ik geef hem een kans. Maar jij staat stil. Dus sorry, ik moet je bannen. Oh, wat? Ik heb hem letterlijk ingemaakt. Oké, even kijken. Waar is iedereen? Kunnen we hier iemand vinden? Ik denk dat hier iemand in dat grootsteentje zit. Nee, ik zag hier wel iemand binnenlopen, toch? Oké, misschien deze kamer. Er zijn namelijk superveel kamers hier. En misschien deze kamer hiernaast. Ook niet? Nee. Oh, wacht, ik heb iemand gevonden. Ja, ik heb iemand gevonden. Nu moet ik erop klikken. Bam. Yes. Oké, dat is 1 of nee, 2 mensen nu. Wacht eens even. Zie ik daar nou iemand? Ik zie letterlijk iemand slapen. Dat is zo slim, maar niet slim genoeg. Oh, hier is ook iemand. Sorry, dude. Nice. Oh, en ik zie zelfs iemand fietsen. Ja, dat maakt veel te veel herrie. Dus nu heb ik je gevonden. Oh, hij wil wegkomen. Hij wil wegkomen. Kom hier. Ja, ik kom hier. Ik moet je bannen. Dat zijn de regels. Oh, als die ontsnapt, is die echt super slim, hè. Ik heb hem. Ja, ik heb hem. Oké. Nogmaals, de laatste die ik vind, krijgt dit huis. Hoor je hoe stil het nu ineens is? Misschien achter de tv? Deze boekenkasten. Zit daar een geheime... Ik had jou bijna niet gezien daar. Sorry, dude. Goede plek wel. Nogmaals, ik doe echt mijn best, want een huis weggeven is niet niks. Misschien als ik deze kant oploop. Nee. Oh, wacht even. Hier is iemand. Oh, ik heb iemand gevonden. Oh, maar hij is super snel. Dat is wel een soort van vals spelen. Maar dat kan ik ook. Oké, ik ben nu ook super snel. Oh, ik heb hier iemand gevonden in de kussens. Oeh, dat was diegene met die hele slimme skin. Maar dat is nog steeds niet iedereen volgens mij. Oh, ja, hier ben jij. Ik heb je. Ik heb deze dude snel kunnen bannen. Kom op, waarom kan ik je niet bannen? Oh, ik heb hem al geband waarschijnlijk. Heb ik nu iedereen? Dat zou niet handig zijn, want dan weet ik niet wie ik als laatste heb geband. Oeh, wacht, ik heb natuurlijk deze mega garage nog. Wacht eens even. Kan ik mij goed herinneren dat hier volgens mij een geheime gang zat? Geheime deur als je zeg maar 3 keer zo omhoog gaat. Ga erachter komen. Oh, ik wist het. Ik wist het. Nee, jij mag er niet vandoor, dude. Jij mag er niet vandoor. Ook al heb je de beste plek van iedereen tot nu toe. Sorry, man. Ik heb je geband. Maar heb ik nu iedereen? Ik heb het gevoel dat hier nog iemand zat. Eén manier om daarachter te komen. Is er nog iemand? Nee, er is niemand. Er wordt wel aangebeld. Ja, ik ga natuurlijk niet open doen. Oh, hier is letterlijk nog iemand. Hoe heb ik jou niet kunnen zien? Ik heb gezegd, als ik je nog niet heb gevonden, kom dan naar de woonkamer. Oh, hier hebben we iemand. Oké. En daar hebben we ook 2 mensen. Of 3 in totaal. Oké, we hebben dus nu nog 4 mensen in totaal. En 2 daarvan hebben een hele goede skin. Ik zeg,
verstop je. Oké, ze gaan zich nu allemaal verstoppen. Moet je nagaan. Dus deze vier mensen weten dat als zij nu als laatste gevonden worden, zij letterlijk dit mega huis krijgen. Ik zie daar nu iemand, omdat ik uitzoomde. Oh, wat gaat ze doen? Wat doet ze daar? Wacht, volgens mij, ze ligt daar. Kan ik op haar klikken vanaf hier? Kan ik vanaf hier op haar klikken? Sorry. Oh, sorry. En daar zie ik ook weer iemand. Het spijt me. Oh, en hier ook. En hier ook. Deze dude is snel. Hé, dat mag niet trouwens. Ik heb net gezegd geen voertuigen. Oké, jij bent gedisqualificeerd. Dus ook al win je, het telt niet. Oké, daar gaan we weer. Ik zeg terug naar de woonkamer als ik je nog niet heb. Ja, kijk, deze dude. Sorry man, ik moet jou bannen. Oké, we hebben hier één iemand. En die zit op een Segway. En die dude zit op een skateboard. Ik zeg, jongens, jullie hebben de regels verbroken. Ik zeg, ik zie een Segway en skateboard. Dus die dude op het skateboard moet ik eerst bannen. En nu op de Segway ook. Ja, sorry, regels zijn regels. Maar er zijn er dus nu nog drie over. Oh, en deze dude gaat ook weer op een skateboard staan. Wat doet die nou? Nu moet ik je letterlijk bannen. Nu zijn er nog maar twee over. Oké, deze dude. En dan was er daar toch nog iemand, of niet? Ja, deze gast. Ja, hij gaat er vandoor. Waarom gaat hij er vandoor? Kom op. Sorry, ja, nu moet ik je bannen, want je luistert niet. Wacht, betekent dat wat ik denk dat het betekent? Volgens mij is er dan nog maar één iemand die niet geband is. Kijk, hij loopt met me mee. Ik zeg, wie is er nog verstopt? Wie heb ik nog niet? Nou ja, deze doet uiteraard, want die staat naast me. Heb ik hem net niet geband? En waarom is daar... Wacht, hem heb ik net ook geband. Oké, weet je wat? Dan weet ik het goed gemaakt. Ik weet niet zeker of dit nu klopt. Maar ik zeg tegen deze dude dat hij heeft gewonnen. Maar jullie zijn de jury. Misschien heb ik het niet goed gezien. Want dit was super, super lastig, oké? Ik zie mensen terugkomen die ik geband had. Dus ik klik nu op deze dude. En hij is vanaf nu mijn kamergenoot. Ik zeg, ga maar zitten. Zet de tv aan. Pak wat eten. Dit is jouw huis. Maar denk jij dat je beter had kunnen verstoppen dan deze gast die nu zijn chips eet? Laat het in de comments weten. Maar nu wil ik natuurlijk ook wel een beetje aardig zijn. Wat moet je opletten? Dit zijn alle mensen die ik heb geband. En weet je wat ik ga doen? Ik ga ze allemaal weer een ban. Iedereen is gewoon weer welkom in mijn huis. Iedereen mag weer naar binnen. We gaan gewoon een mega groot feestje geven. Iedereen mag weer. Kom maar binnen. Kom maar binnen allemaal. Ik unban jullie. Het is een mega feestje, want iedereen is weer welkom. Niemand is geband, maar het was wel een hele leuke dag. En om heel eerlijk te zijn, ik had niet verwacht dat ik zoveel mensen zou vinden. Meestal... Ik hoor mezelf niet door het vuurwerk. Oh my gosh. Meestal ben ik niet zo heel goed in verstoppertje. Ik denk eerder in verstoppen dan in vind... Dat zijn gekke moves. Ik ben meestal eerder goed in verstoppen dan in vinden. Maar volgens mij is het me redelijk goed gelukt. Dit was een topdag. Dit huis wordt gebouwd, dus als ik heel snel ben, kan ik door de muur. Oh, ik fietse letterlijk bij iemand binnen. Wacht, is dat een speeltuin? Volgens mij wel. Maar in ieder geval, je ziet dat ik veel te groot ben. En ja, ik fiets de trap op. Ook niet echt heel realistisch. Maar wacht eens even. Ik heb misschien wel een idee. Nu we hier toch zijn, kan ik misschien wel even een andere outfit kiezen. Wacht eens even. Dit is een politieoutfit. Wil dat dan niet zeggen dat de persoon die hier woont een politie is? Het huis is weg. Wow, dit is een groot huis. En de deur zit dicht. Nu nog. Want nu Roblox niet meer realistisch is, kan ik gewoon naar binnen gaan. Uh-oh. Oh man, ik weet niet of dit goed is. Hallo, persoon. Mini-persoon. Oh, nee. Oké, ga ik... Ik schrok van het geluid. Wacht, waar ben ik? Ik ben letterlijk een ander huis ingevallen. Oké, nu ben ik hier weer. Moet ik vaker Roblox realistisch spelen? Dit is de kapper. Hé, dat is wel leuk. Maar reageer dan ja in de reacties. Oh, dat is een mooi kapsel. Zou ik hier achterop kunnen zitten? Oh, dat kan. Ik heb zo'n gevoel dat ze me eraf gaat gooien. Abonneer voor meer en adios.